Jij, ik ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. In deze video gaan wij het hebben over TikTok. Wanneer niet? TikTok en dan zijn wel echt de meeste dingen die ik altijd gebruik. Maar goed, ik ga namelijk deze video een paar tips aan jullie geven. Zodat jullie bekender kunnen worden met TikTok. Meer kunnen opvallen. Dat was het juiste woord. Dus laten we gewoon heel gauw beginnen. Ik zou zeggen, let's go. Even als allereerste, hoe ben ik bekend geworden met TikTok? Ik had sowieso eerst de app Musical.ly. Ik weet niet of de meeste mensen dat van jullie kennen. Maar Musical.ly was eigenlijk letterlijk, ja, TikTok, alleen dan een andere naam. En het werkte heel iets anders. En eigenlijk ben ik daar een beetje bekend mee geraakt doordat een video van mij viral ging. Die werd uitgelicht, gefeatured, als ik het goed uitspreek. En die is echt miljoenen keren bekeken. Die is ook op het account van Musical.ly toegekomen. Nou, ga zo maar door eigenlijk. En toen begon ik een beetje te groeien. Ik stopte volgens mij met dat account toen ik ongeveer 20.000 volgers had. Dat is eigenlijk best wel veel. En toen ik, laat maar zeggen, in Amerika was, dat was 2018 uit mijn hoofd. Toen keek ik op mijn account en toen zag ik dat ik opeens een kroontje had. En dat is eigenlijk nu het blauwe vinkje naast je naam. Als je snapt wat ik bedoel. Toen ben ik er echt best wel lang mee gestopt. Ik vond het niet meer leuk. Ik was bezig met school. Geen tijd voor gehad. Maar eigenlijk in de coronaperiode, dus ongeveer een kleine 3 jaar geleden, ben ik er weer echt volledig mee begonnen. En nu zit ik op de 235.000 volgers uit mijn hoofd. Dus best wel veel. Zo ben ik een beetje bekend. Nou ja, bekend, wat je bekend noemt natuurlijk, ben ik bekend geworden. En vooral waarschijnlijk ook omdat ik gewoon lekker mezelf ben. En ik plaats gewoon letterlijk wat ik doe of wat ik leuk vind. Dus ik denk dat dat ook wel erin meespeelt. Maar dan nu de tips die jij kan gebruiken. Tip nummer 1. Pak de trends mee. Stel je voor je ziet bijvoorbeeld een video vaker op je For You page voorbij komen. Pak die gewoon mee. Probeer er iets eigen van te maken. Of doe juist hetzelfde als er bijvoorbeeld een dansen is of zo. Want dansen kunnen heel snel viral gaan namelijk. Maar als je hem ziet op je For You page, twijfel er geen seconde om. Want hoe sneller jij meedoet met de trend, sneller viral die waarschijnlijk ook gaat. Want hoe langer je wacht, hoe meer video's daarvan komen, hoe minder kijktijd je krijgt, des te minder snel die viral gaat. Makes sense, right? Tip nummer 2. Zorg ervoor dat je video's langere kijktijd hebben. En wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Nou, stel, je hebt een video van mij van dansen bijvoorbeeld. En de meeste mensen die scrollen gewoon over TikTok heen. Letterlijk, die kijken misschien nog ineens 1 seconde naar je video en die scrollen alweer verder. Stel je hebt een video die echt aanspreekt, bijvoorbeeld een dans of zo, die bijvoorbeeld nieuw is of je wilt hem gewoon helemaal zien. Dan kijk je meestal die hele video af. En hoe langer je die video afkijkt, hoe hoger en hoe langer die kijktijd is en hoe sneller die waarschijnlijk ook viral gaat. Makes sense again. Dus hoe langer de kijktijd, hoe beter het eigenlijk ook is voor jezelf en voor de mensen die jouw video's gaan zien. En hoe hoger de views ook waarschijnlijk gaan worden. Tip nummer 3. Zorg ervoor dat je goede belichting en een goede kwaliteit hebt qua camera, qua telefoon, qua licht, qua omgeving. Want dat helpt meestal ook. Het gaat namelijk niet helpen als je om 1 uur 's nachts een video gaat maken in het pikken donker. Je ziet amper iets. Nee, mensen willen dat niet zien. Je kan bijvoorbeeld wel, als het super donker is in de nacht, een leuke lamp aanzetten, waardoor het wel wat sfeervoller is. Die video's gaan trouwens echt super vaak viral, bedenk ik nu. Althans, dat zie ik op mijn For You page. Maar zorg ook gewoon voor een goede camera, een goede telefoon bijvoorbeeld. Niet wazig, geen wazig beeld, geen pixels wat je alleen maar ziet. Want ik kan er zelf heel slecht tegen. Ik vind het gewoon niet mooi ook om naar te kijken. Dus denk jij zelf ook niet, als je alleen maar pixels ziet. Dat is niet heel chill. Tip nummer 4. Houd interactie met je kijkers en of met je volgers. En nu ga je waarschijnlijk denken van Kim, hoe doe je dat? Want je kan niet zomaar 1, 2, 3 tegen ze aanpraten. Probeer iets in je caption te zetten van je video. Bijvoorbeeld een vraag met hey, hoe oud ben jij? Of hey, hoe laat was jij vandaag uit op school? Dan gaan mensen namelijk commenten. En misschien gaan ze mensen taggen, delen, weet ik veel wat allemaal. Waardoor jouw video weer verder gedeeld wordt. Waardoor het weer meer wordt bekeken. Waarschijnlijk langere tijd kijktijd weer, jemig. Waarschijnlijk ook een langere kijktijd weer wordt, dus sneller viral gaat. Je kan eigenlijk alles wel bedenken. Je kan hem delen, je kan die vraag natuurlijk in de caption zetten. Die gebruik ik zelf ook heel vaak. Vraag in je caption zetten. Werkt op zich best wel goed. Of bijvoorbeeld iets te zetten van hoeveelste liker of commenter was jij. Dat kan ook. Sorry, dat kan ook heel erg helpen. Tip nummer 5. Zorg voor een verticale video en geen horizontale video. Voor de mensen die niet weten wat ik bedoel. Dit is verticaal. Dus eigenlijk hoe je normaal gesproken TikToks bekijkt en ook waarschijnlijk opneemt.
Dit is horizontaal. En horizontale video's worden meestal niet op de For You-page uitgelicht. Verticale video's worden gewoon veel vaker bekeken, veel meer uitgelicht, veel meer weergegeven eigenlijk. Als je daar nu op gaat letten, dan ga je er sowieso op letten en dan zie je het ook. Maar zorg dus voor een verticale en niet voor een horizontale. Het kan wel, maar de kans dat de video een stuk minder wordt bekeken is wel aanwezig. Tip nummer 6. Gebruik viral nummers die nu ook trending zijn. Meestal kan je gewoon op je For You page kan je gewoon scrollen en dan hoor je en merk je vanzelf wel welke nummers viral gaan of die het meest worden gebruikt. Je kan zelf ook naar de TikTok app gaan. Dan ga ik er even bij zoeken. Je kan bijvoorbeeld gewoon naar je camera gaan en dan zie je mij. Hallo. Klik op add sound. En dan krijg je dit allemaal tevoorschijn. Zo zie je de meeste nummers die eigenlijk gebruikt worden. Je hebt hier namelijk ook allemaal playlisten. En je kan ook bijvoorbeeld TikTok viral. En dan zie je hier allemaal nummers die je kan gebruiken. Die viral gaan. Die mensen gebruiken überhaupt. En zo heb je ook nog andere dingen. Love songs op dit moment. Ja, het is natuurlijk Valentijnsdag geweest. Dus hè, logisch. Je kan ook op allemaal klikken. En dan komt alles tevoorschijn. Altijd handig. Tip nummer 7. Gebruik hashtags. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik gebruikte vroeger de hashtag veel te veel. En op zich nu ook wel. Want ik merk dat het niet meer echt heel erg gaat werken. Maar bijvoorbeeld stel je voor. Je maakt een comedy video. Zet er dan bijvoorbeeld hashtag comedy bij. Of zet erbij waar het over gaat. Bijvoorbeeld het gaat over dans. Zet er dan hashtag dans bij. Of hashtag dance als het in het Engels gaat. Ook hetzelfde geldt voor een dansvideo bijvoorbeeld. Zet er hashtag dance bij. Of zet er de titel van het nummer bij waarop je dans. En zo kan je eigenlijk de hele tijd doorgaan. Het is namelijk niet. En ik gebruik het zelf ook. Dus ik moet mezelf eigenlijk ook een beetje op aanspreken. Het is niet dat bijvoorbeeld de For You FYP of de For You page, dat soort hashtag, dat die jou ook echt op de For You page zetten. Dat is namelijk niet het geval. Ik dacht het vroeger ook, maar dat is dus niet zo. Het gaat puur om je kijktijd, om je kwaliteit, om of het überhaupt leuk is om naar te kijken. En op basis daarvan word je op de For You pagina gezet. I don't know, dit is mij ook verteld. Je kan altijd ook nog bij andere mensen kijken van hey, deze hashtags gebruiken hun ook. En daarmee gebruiken ze om het viral te laten gaan. En dat werkt, dus dan kan je het ook altijd proberen. De grote kans dat het niet waarschijnlijk gaat werken, dus hou er wel rekening mee. Gebruik ook niet te veel hashtags, want zo vaak gebeurt het ook niet dat heel veel hashtags op de For You pagina komen. Tip nummer 8. Probeer variaties in je video's te doen. Ik heb bijvoorbeeld echt dat ik alles plaats wat ik wil eigenlijk. Omdat ik dat ook gewoon leuk vind. Mensen vinden dat leuk om naar te kijken. En soms gaat de video minder. En soms gaat de video echt super viral. Dat hoort erbij als je eenmaal heel veel variatie hebt. Zoals ik. Maar zorg er gewoon leuk voor. Stel je voor, je zou op een maandag een dansje plaatsen. Je zou op een dinsdag een comedy video plaatsen. Je zou op een woensdag weer een comedy video plaatsen. En op een donderdag weer een dansvideo. Weet je wel, dan blijft dat weer een beetje intact. Je kan bijvoorbeeld ook echt elke dag heel iets anders doen. Maar zorg ervoor dat je iets van variatie hebt. Waardoor je ook een wat groter bereik krijgt dan alleen bijvoorbeeld je dansvolgers. Bijvoorbeeld. Of alleen maar je comedy volgers. Of alleen maar je weet ik veel wat er allemaal nog meer bestaat. Zo krijg je gewoon een veel groter en meer bereik. Zorg voor een positieve en vrolijke uitstraling. Behalve als je een typetje speelt. Dat kan ook nog. Je kan natuurlijk ook bedenken van, yo, ik ga als typetje online. Ik heb daar zelf niet voor gekozen, want ik kan dat totaal niet. Ik ben gewoon van mezelf altijd super vrolijk, super positief. Dus ja, ik houd dat ook gewoon in mijn video's. Want ik speel dit niet namelijk hoe ik ben. Ik ben letterlijk zo. Ja, heel veel mensen denken dat ook trouwens. Dat ik het doe alsof ik vrolijk ben. Maar ik ben letterlijk 24/7 vrolijk. Het voelt gewoon goed. En dan blijf je ook waarschijnlijk langer kijken, omdat gewoon de vibe goed is. En dan scroll je niet gelijk weg. Goed voor je kijktijd. En dan de belangrijkste, denk ik, en ook wel een van de moeilijkste. Bedenk originele content voor jezelf. Je kan natuurlijk zelf ook een viral iets maken, bijvoorbeeld. Stel je voor, ik heb vrienden die heel veel dansen maken. En die dansen gaan nu echt de hele wereld over, bijvoorbeeld. Moet dan wel echt goed zijn. Je kan natuurlijk ook zelf een trend starten. Maar ja, verzin die maar eens. Is echt super moeilijk. Stel je voor dat je een POV maakt. Dan kan ook bijvoorbeeld probeer een eigen verhaallijn in te gooien. Want heel veel mensen jatten van andere mensen. En dat gaat dan weer herhalen. En dat gaan mensen uiteindelijk gewoon doorhebben. Probeer gewoon lekker je eigen draaier aan te maken. Want dat is leuk voor de kijker. Is leuk voor jezelf om even daarmee te puzzelen. Het kost waarschijnlijk wel veel meer tijd dan normaal. Wat je er nou overhoudt, daar doe je het voor, denk ik. Mocht je nou nog een tip of een vraag hebben, laat die zeker even weten in de comments. En dan was dit de video alweer voor deze woensdag. Ik hoop dat ik jullie een beetje op weg heb kunnen helpen. Ja, dat jullie er iets aan hebben gehad, eigenlijk. Dit is voornamelijk wat ik ook zelf gebruik. Niet altijd, maar grotendeels. Ik hoop dat het voor jullie gaat helpen. Dan zou ik zeggen, tot zondag.
Dankjewel voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik joe!